Gebleken is dat het HBO in de afgelopen 20 jaar een hele hoop veranderprocessen heeft doorgemaakt die op zichzelf in principe niet met duurzame ontwikkeling te maken hebben. Het grappige is, de docenten die hier aanwezig zijn en die misschien al wat langer in het HBO werkzaam zijn, zullen veel daarvan herkennen. Tot 1990 had je te maken bijvoorbeeld met een lawine van nieuwe opleidingen in alle hogescholen die we hadden. Daarna hadden we op een gegeven moment de kanteling van de organisatie en zo ging dat door. Je ziet er hier een hele hoop in kaart gebracht. Als je nou eens goed naar die veranderingen gaat kijken, ik zal er iets meer over zeggen. Eerst even een paar voorbeelden. De diffusiegolf, daar zag je, ik pak er gewoon alleen maar even een paar uit hoor, maar dat zijn er veel meer. Ik onderscheid wel 20 veranderprocessen in 20 jaar. Die allemaal een aantal jaren duurden, stuk voor stuk, dus zeer sterk overlappend. Je kan wel nagaan, er is hard gewerkt door de mensen in het HBO. Wat je hier ziet, onder andere die blauwe lijn, die geeft aan de daling van het aantal hogescholen. Dat was het gevolg van fusies. En die groene lijn is de toename van de omvang van de gemiddelde hogeschool, waarbij je wel kunt zien dat hogescholen nu veel en veel groter zijn dan ze 20 jaar geleden waren. Nou, dat is één zo'n verandering. Een ander proces is de kanteling van de organisatie. Het is even vooral gericht aan de docenten, die dit wellicht zullen herkennen. Er komt pakkenbeek 1990, dat was het jaar waarin ik zelf in het HBO ging werken. En ik heb het daarna allemaal meegemaakt. Toen was het zo dat de vakgroepen uitmaakten wat er gedoseerd werd. De vakgroep wiskunde bepaalde welke wiskunde er in de opleidingen zat. Van alle opleidingen, alle studierichtingen van de hele hogeschool. Er zat dus ook een hele hoop onzin in die opleiding, eerlijk gezegd, die eigenlijk niet echt functioneel was. Maar ja, de wiskundigen vonden hun vak erg mooi, laat ik eerlijk zijn. Ik gaf het zelf ook, dus ik mag het zeggen. Toen hebben we een kanteling gehad waarbij de organisatie gaandeweg zo is ingericht dat het inmiddels de opleidingen zijn als teams, als multidisciplinaire teams, die samen uitmaken wat er in het curriculum zit. Een hele belangrijke ontwikkeling geweest die allerlei latere ontwikkelingen tot en met bijvoorbeeld het competentiegericht onderwijs mogelijk heeft gemaakt. Een andere hele belangrijke verandering was de kwaliteitszorg. De externe kwaliteitsbewaking in de jaren 90 ging door middel van visitaties, heeft inmiddels plaatsgemaakt door een nieuw systeem van accreditatie. Nou, de medewerkers kennen dat heel goed en die vrezen het waarschijnlijk ook. Als je gewoon een goede opleiding hebt, hoef je het ook niet te vrezen, dat is waar. Dat ondersteunt door interne instrumenten voor kwaliteitsmanagement en een daarvan is het EFQM-model. En dat wil ik even iets beter laten zien. Dit plaatje hoort erbij, daar gaat het er niet zozeer om. Het is een mooi plaatje dat er vaak getoond wordt, maar daar is bij ontwikkeld een vijffasenmodel voor de ontwikkeling van een organisatie. De eerste fase, die je symbolisch zo zou kunnen tekenen, heeft iets te maken met een vrij onderontwikkelde organisatie waarin heel veel dingen gebeuren, een beetje ad hoc, een beetje omdat allerlei individuele mensen leuke ideetjes hebben en dat dan maar gaan uitvoeren, zonder dat er veel samenhang van beleid is. Vandaar dus ook dat er dan allerlei eilandjes in de organisatie zijn. Als je dit speciaal richt op duurzame ontwikkeling, dan betekent het dat er hier en daar docenten zijn in het opleidingsteam die denken, nou, ik wil toch graag iets aan duurzaamheid doen, laat ik dat nou maar doen. Overleg dat niet met een ander, gaat gewoon zijn gang. Fase 2, daar begint er samenhang te komen. Dat heet dan procesgeoriënteerd. Ik neem deze fase nou even door, omdat die heel veel te maken hebben met de sterren van het keurmerk, dus vandaar dat ik het even belangrijk vind. Als het procesgeoriënteerd is, dan zie je dat er samenhang is gekomen, dat er ondersteuning is door het management, er wordt echt nagedacht over wat willen we nou eigenlijk, en dan zie je nu langzamerhand dat er een compleet proces ontstaan is. Ga je nou een stap verder naar systeemgeoriënteerd, dan merk je dat het helemaal ingebed is in het systeem, het is eigen gemaakt, het is onderdeel geworden van, het, ja, van de identiteit van de organisatie, kun je zeggen. Er worden regelmatig ook doelen gesteld, die ook regelmatig worden gemeten, waarvan de uitkomsten weer worden gebruikt om opnieuw te kijken wat voor doelen er geformuleerd moeten worden. En zo is er sprake van een echt kwaliteitssysteem met continue verbetering. Er zijn nog twee hogere fasen. Fase 4 wordt genoemd ketend georiënteerd. Dit plaatje gaat helaas helemaal verkeerd, het spijt me. De computer thuiswerker maakt het, zag er prachtig uit, maar je moet je voorstellen, je hebt daar te maken met de keten van het middelbaar onderwijs, dan het hoger onderwijs en dan het beroepsleven van de afgestudeerden, zo'n hele keten van, in feite, een levenscyclus van een persoon.
Wanneer je ketengeoriënteerd je onderwijs inricht, dan hou je daar helemaal rekening mee. Dan overleg je zowel met het middelbaar onderwijs als heel intensief ook zeker met het beroepenveld. En dan probeer je samen te bedenken hoe je het onderwijs het beste kunt inrichten. Fase 5, die ziet er dan ook wat vreemder uit. Die zou eigenlijk veel hoger moeten zijn, maar daar zie je heel klein op dat schermpje hier. Daar zie je een blauw vakje en dan een grijs vakje en een blauw vakje. Dat is die keten waar ik het net over had. Eigenlijk wordt die een stukje hoger te wezen, maar goed, oké. En daaromheen zie je een paar ellipsen. Die wat huidkleurige ellips ongeveer, een beetje oranje. Dat is de samenleving. En daaromheen zit nog een schil en dat is de ecologie. Oftewel het natuurlijke systeem waarin alles is ingebed. Eens kijken of dit plaatje komt. Ja, dat komt er wel goed uit, dat is prachtig. De manier van kijken waarbij je zegt van ja, ons onderwijs is helemaal ingebed, is onderdeel van de samenleving en dat is weer onderdeel van de ecologie, heeft iets te maken met het bovenste plaatje dat er nu bij verschenen is. Het traditionele economische denken, dat alles te maken heeft met wat de eerste spreker besprak, het BNP, het bruto nationaal product, dat is het, zeg maar, het economische denken. Economen hebben nog wel eens de neiging om te denken, ja, de natuur en de mens, dat zijn allebei onderdelen van de economie. En de economie die regelt de goederenstromen en zo van de natuur naar de mens. En eventueel, als je geluk hebt, denken ze eraan dat het ook nog de andere kant op gaat. Dat is één manier van kijken, maar een hele andere manier van kijken die in wezen veel duurzamer is, is dat je zegt van ja, nee, maar zo is het niet. De mensheid is een onderdeel van de natuur. Dat is het rechterplaatje dus. En de economie is weer een onderdeel van alles wat de mens doet. En dat doet heel erg denken aan het plaatje wat net getoond werd, waarbij de aarde getekend werd als een grote bol, met erop een klein mannetje. Ja, in feite natuurlijk nog eigenlijk naar verhouding veel te groot getekend, want als je het op schaal zou tekenen, zou je het hele mannetje niet zien. Maar goed, dat moet je dat toch zichtbaar maken. Dezelfde gedachte zit daarachter. De economie en dus bijvoorbeeld ook jullie toekomstige beroepenveld is een onderdeel van de menselijke samenleving die, als het goed is, weer een onderdeel is, een harmonisch passend onderdeel van de natuur als geheel. Nou, daar hebben we dan in de tijd de ESHI-methode voor ontwikkeld, op basis waarvan je audits kunt doen om te kijken hoe staat het nou met duurzaamheid in het onderwijs. Daarbij passen we die 5 fasen toe. Dus we bespreken dan een lijst van 20 onderwerpen, bijvoorbeeld de missie van de opleiding, hoe zit het met de interne en externe communicatie, hoe zit het met de bevordering van de deskundigheid van personeel, de doelen van de opleiding, de inhoud van het curriculum en nog heel veel meer onderwerpen. En die worden allemaal één voor één met z'n 20. En besproken door een team van management, docenten, studenten, andere medewerkers. En dan wordt gekeken ten aanzien van dit onderwerp en de invoering van duurzame ontwikkeling. Is dat nou in die fase 1, dat hele ad hoc gedoe, activiteiten georganiseerd? Of is het al in fase 2, fase 3? Die toets is inmiddels, in het voorjaar was het geloof ik, uitgevoerd hier. En daarbij bleek dat het heel behoorlijk scoorde. Het idee is dat je op basis daarvan dat keurmerk kunt krijgen. Nou, daar komen we dus zo meteen op. Belangrijk is dat al die veranderprocessen die in het HBO hebben plaatsgevonden de afgelopen 20 jaar, niet 20 verschillende processen zijn geweest. En het was ook niet één lineair proces, nee. Het was een iteratief proces. Dat wil zeggen een proces waarbij steeds opnieuw eigenlijk bepaalde thema's terugkwamen die dan iedere keer op een weer hoger niveau verder verbeterd werden. Eén thema, en dat zullen veel mensen die werkzaam zijn in het HBO herkennen, is het studentgericht optreden. Het leren leren, de student centraal in plaats van de docent centraal, zoals dat in 1990 eigenlijk nog was. Daar zie je bijvoorbeeld in de jaren 90 nieuwe onderwijsmethoden ingevoerd worden, zoals probleemgestuurd onderwijs, projectonderwijs en nog meer. Je ziet vervolgens dat er flexibele leerroutes gaan ingevoerd worden en momenteel ligt heel erg de nadruk al een aantal jaren op competentiegericht onderwijs en zo zijn er meer thema's. Eén thema ook dat ik wil noemen is dat van de kwaliteit in de richting van total quality management, waarbij er gesproken is over de herstructurering van het HBO in de jaren 90. Vervolgens externe intern kwaliteitsmanagement is ingevoerd. En nu zou het tijd zijn voor, en dan zie je daar een geheimzinnige kreet staan, SISD. En die ga ik toelichten.
Eerst nog even dit. Hier zie je nog een keer opnieuw die veranderprocessen die hebben plaatsgevonden in het HBO in de afgelopen 20 jaar. De rest zie je die groene vakjes, dat zijn de experimenten die ik in de afgelopen 20 jaar heb uitgevoerd om duurzame ontwikkeling in te voeren in het onderwijs. En daar zal ik daar niet verder op ingaan. Links zie je diezelfde 5 fasen weer staan. En er is me iets opvallends gebleken. In het kader van mijn onderzoek kwam ik erachter dat al die veranderprocessen die in die 20 jaar zijn doorgevoerd in het HBO, in chronologische volgorde, die 5 fasen blijven te volgen. Dat vond ik een hele verrassende ontdekking, dat had nog niemand geconstateerd. Maar de veranderingen, zoals bijvoorbeeld de lawine van die opleidingen, zijn typisch activiteiten georiënteerd. Ad hoc oplossingen, van nou, we verzinnen nog maar eens een leuke nieuwe opleiding. Ook de curricula voor de kanteling van de organisatie waren nog behoorlijk fase 1. Allemaal hapsnap, losse onderdelen in plaats van een samenhangend curriculum. Vervolgens zijn er dingen gebeurd die achtereenvolgens het hoger onderwijs van het HBO voerden door fase 2, 3 en 4. Het competentiegericht onderwijs, waarbij je dus heel intensief samenwerkt met het beroepenveld, is een typisch voorbeeld van fase 4 in de keten. Dan kun je dus dan vragen, oké, als dat dan zo is, dit samen geeft het beeld van een diepgaande transformatie, wat ze in duurzame ontwikkeling ook wel noemen, transitie, van het hoger onderwijs. Dat is mooi, maar is die dan af, die transformatie? Hoe zit het nou met fase 5? De inbedding, systematische inbedding van het onderwijs in de samenleving en de ecologie. Hoe zit het daar dan mee? Nou, op dat punt zijn er een aantal zaken die hebben plaatsgevonden de afgelopen jaren. Eind jaren 90 is er afgesloten bijvoorbeeld het HBO-handvest voor duurzame ontwikkeling. Door heel veel hogescholen ondertekend, maar in de praktijk is er niet zo gek veel mee gebeurd. De RCE zit er voor meneer Diver, zal ik niet op ingaan, maar belangrijk is wel dat nu een jaar of 2, zal het denk ik geleden zijn, is er een convenant gesloten tussen een paar ministers en de voorzitter van de HBO-raad namens het hele HBO. Het convenant duurzaam inkopen, en dat komt erop neer, dus ook inderdaad in het onderwijs kennen we het duurzaam inkopen. Daar is beloofd dat voor, 2015, misschien dat jij het weet, Michaela, bent even kijken, maar op een bepaald moment zal het HBO en ook het WO trouwens minimaal 50% duurzaam inkopen en de bedoeling is om dat verder op te tillen naar 100%. Dus ook het hoger onderwijs wil uiteindelijk alles duurzaam inkopen. Dat is ook even niet zo belangrijk, sla ik over, maar belangrijk is wel wat daar is verschenen, SISD, dat is een Engelse afkorting, System Integration of Sustainable Development. De logische stap zou zijn om het hoger onderwijs zover te brengen dat je kunt zeggen, overal in het, nou laat ik beperken tot het HBO, overal in het HBO is duurzame ontwikkeling, sustainable development, op een systematische wijze ingebakken in het onderwijs en in de bedrijfsvoering en in het onderzoek, kortom eigenlijk in alles wat je doet. En dat bereik je uiteindelijk in een iteratief proces. Want de vraag is, hoe begin je daar nou aan? Nou, dat hoef ik hier eigenlijk niet te vertellen, want jullie zijn er al heel lang mee bezig en jullie hebben al klinkende resultaten. Maar als je in gedachten neemt een opleiding die nog helemaal aan het begin staat, van duurzame ontwikkeling, dan is de vraag, hoe ga je nou van losse beginstappen naar een cyclisch beleid van continue verbetering? Dan begin je bijvoorbeeld met zo'n ESG audit, eerst dus te kijken, waar staan we eigenlijk, wat hebben we al? Van daaruit maak je een beleidsplan, activiteitenplan, dan ga je maar eens flink aan de slag. En vervolgens doe je een herhaalde audit om te kijken wat is er van terecht gekomen. En als je op die manier doorgaat, je neemt beslissingen over hoe verder, ontstaat er wat men dan noemt een kwaliteitscirkel, ook wel genoemd een Deming-cirkel. Plan, do, check, act, een aantal mensen wel bekend. Waarmee je cyclisch kunt toewerken naar het bezit van een keurmerk van 1 ster, wellicht een keurmerk daarna van 2 sterren enzovoorts. En dat betekent dat je dan duurzame ontwikkeling, als je die SISD weet te realiseren, dat duurzame ontwikkeling gaat behoren tot het fundament van de opleiding, of de faculteit, of de instelling, of op welk niveau je dat ook probeert te bereiken. Als je zover komt, dan is duurzame ontwikkeling op een gegeven moment onderdeel van je identiteit geworden. Dat betekent, als je dat cyclische proces een tijd lang weet vol te houden, dan bereik je op een gegeven moment een keurmerk met 3 sterren,